Dit is iets grappigs. Dat kom ik bij het opruimen tegen. Ik sta zelf verbaasd dat ik die heb liggen. Ik heb ooit een korte golftransceiver op de markt willen brengen in de jaren 90. En die was al een heel stuk uitontwikkeld. En dit is een van de niet gebruikte printen voor de eerste serie daarvan. Dat is grappig. Dat is een eenbander voor 20 meter. Maar er zaten wat dingen in. Ik moest echt nog een betere tweede versie maken. En toen, toen leverde dat zoveel werk op. En ik moest zo'n grote voorinvestering doen om alles te maken. En vervolgens kwamen er nieuwe regels met betrekking tot garantie. En toen dacht ik van ja, ik zie dan op een gegeven moment dat ik er misschien mee ga stoppen. Ga ik wat anders doen. En dan loop ik nog 5 of 10 jaar lang de apparaten garantie te voorzien. Toen dacht ik, ik ga wat anders doen. En een paar maanden later was ik fulltime aan het vertalen. Tenminste, fulltime, ik deed daarnaast ook journalistiek. Maar in ieder geval een groot deel van mijn activiteit was vertaalwerk. Maar het is wel leuk om dat printje te zien. Ik weet niet of er nog mijn telefoonnummer staat nog ergens erop. Mijn telefoonnummer wat ik nog steeds heb. En er staat ook op de print experimenteel. Want het was echt, dit was echt de nulserie, zeg maar. Maar ze werkte wel. Ik heb er nog één die het doet. Twee eigenlijk. Eén de ontvanger en de ander die zendt en ontvangt beide. Dus dat is wel grappig. In die tijd was alles met directe conversie. Dus er zitten niet uitgebreide filters in. Er zit een Polyakov mixer in, als je dat wat zegt. Een grote beheptheid van directe conversieontvangers van het oude principe was dat ze nogal last hadden van brom en van microfonie. En beide fenomenen kwamen doordat de lokale oscillator uitgestraald wordt. En die gaat dan schakelingen in, met name brugcellen. En daar wordt dan brom op gemoduleerd. En die brom die komt dan terug in het apparaat. En hij is ook gevoelig voor bijvoorbeeld als je een variabele condensator voor de ingangskring gebruikt. Met platen, dan werken die platen als microfoons. Nou, gebruik je een Polyakov mixer, dan gebruik je een oscillator op de halve ontvangstfrequentie. Dus er wordt niet een heel sterk signaal heerst er in en nabij het ontvangertje van de ontvangstfrequentie waar je op luistert. En dat zorgt ervoor dat die problemen er niet zijn. Dus dat is een groot voordeel. Het is dus een zeer eenvoudig ontvanger, maar je kan deze toch, wat met veel directe conversieontvangers niet kan, je kon deze toch in een kast met luidspreker bouwen. Als je dat wil. Ik kan ook een koptelefoon op. Maar het is leuk dat ik die print gevonden heb. Het is echt, geboord en wel. Ik besteedde dat uit. Dat deed ik op het QRL daarvoor ook. En dit is, wanneer ben ik hiermee begonnen? 95 denk ik. 1995 waarschijnlijk. Misschien zelfs 93. Ik ben begin 93 ben ik zelfstandiger geworden. En ik ben toen meteen, het is in 93 geweest inderdaad. Ik ben toen meteen gaan ontwikkelen. En toen later toen dacht ik van ja, laat ik toch de elektronica wat minder doen. Want dat is toch wel een beetje een ingewikkelde markt. En toen ben ik ermee gestopt. En ik heb pas toen ik in 2006 opnieuw met de hobby begon, heb ik gezocht naar het werkende apparaat. Dat heb ik toen ook teruggevonden. Dus daar staat ergens ook nog wel op YouTube een filmpje van. Nou, dit is leuk. Nou, even stopzetten.